De Republiek Zuid-Korea heeft 2 medische apparaten geschonken aan het Sallands Hospitaal. Het gaat om een endoscopietoren ten behoeve van de afdeling interne geneeskunde en een mobiel röntgenapparaat voor de afdeling intensive care. De overhandiging van de apparaten vond gisteren plaats in het Sallands Hospitaal. Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid overhandigde symbolisch een koffer met een scoop aan dokter Bernardo Panca. Pengel hoopt dat met deze geste de patiënten inderdaad zullen profiteren van een hogere kwaliteit van de dienstverlening. De medisch directeur van Sallands Hospitaal, Sunita Nanan Pandey Gopisingh, bedankte de zaakgelastigde van de Zuid-Koreaanse Republiek voor de geste. Bij de overhandiging waren aanwezig vertegenwoordigers van het bedrijf Alldelft, die de leverancier van de apparaten, en het bedrijf Biomedical, die de installatie van de apparaten zal doen. Het Sallands Hospitaal hoopt dat met de nieuwe apparatuur de kwaliteit van de zorg zal worden verbeterd.